Nou, je hebt geen idee dat ik hier nu met een liter tering illegaal spul in mijn hand sta. Oh, als we nu aangehouden worden, zijn we echt zwaar de lul. Iedereen ja, die op enige wijze hier bijdrage aan hebben geleverd, kunnen strafbaar zijn. Ik denk dat elke scheikundige ooit wel eens over heeft gedroomd om zelf drugs te maken. Ecstasy hoort gewoon niet op de harddrugslijst. Hallo en welkom in aflevering 4 van MDMA. Het is eindelijk zover. Het gaat dan echt gebeuren. Ik ga proberen mijn duurzame ecstasypil te maken. En vervolgens ga ik deze pil aanbieden aan onze politici in Den Haag. Krijg ik nou drugs van jou? Stop maar snel in je zak. In de Tweede Kamer. What the fuck? Maar eerst, om mijn ecstasy te kunnen maken heb ik 3 dingen nodig. Een lab, de grondstoffen voor MDMA en een chemicus. Op zich ziet dit eruit als een kort overzichtelijk lijstje, maar mensen opbellen en vragen, hey, wil je met mijn ecstasy maken, is nou niet per se een alledaagse vraag. Hi, met Emma van Spuit en Slikken. Hallo Emma. Hi. Hi. Wij staan op het punt om MDMA te gaan maken. Dus ik vroeg me af of jij er misschien voor open zou staan om dit experiment aan te gaan. Binnen mijn werkveld zou dit zeker kunnen. Ik denk dat elke scheikundige er ooit wel eens over heeft gedroomd om zelf drugs te maken. Als je een scheikundige bent, dan denk ik wel dat het uitvoerbaar is, zeker, ja. Alleen, er zitten een hele hoop haken en ogen aan om bijvoorbeeld iets als MDMA te gaan maken. Waar moet ik rekening mee houden bij het maken van MDMA? Ja, dat je het veilig doet. Kijk, een laboratorium is niet zomaar een zaal waar je van alles neerzet. Dat is in principe is een laboratorium een heel veiligheidssysteem. En je werkt met ja, gevaarlijke chemicaliën. Ja, wat ik zeg, ik twijfel een beetje over die kwik 2 chloride. Als jouw aluminiumfolietjes te klein zijn, dan wordt die reactie te snel bevorderd. Waardoor er bijvoorbeeld een explosie zou kunnen ontstaan. Of als jij het inslikt of op je huid komt. Echt? Gaat dat zo snel? Ja, zeker, zeker. Als je chemicus bent, dan weet je dat. Als je geen chemicus bent, dan zijn dat dingen waar je misschien niet over nadenkt. Oké, stel, ik fix de dingen die jij nodig hebt om eventueel de duurzame MDMA te gaan maken. Ben je dan in? Doe je dan mee? Misschien. Misschien. Als je de juiste veiligheidsmaatregelen neemt en dergelijke. En weet waar je mee bezig bent vooral. Misschien. Oké, nou, daar hou ik je dan aan. Eigenlijk verbaast het me een beetje hoe open en enthousiast iedereen is die ik tot nu toe heb gesproken. Maar ze zeggen ook dat het maken van MDMA niet zonder risico is. En dus willen ze het alleen doen in een laboratorium met de juiste papieren en apparatuur. En op zich komt dat mooi uit, want laboratoria bellen stond toch al op mijn lijstje. Mij werd verteld dat het belangrijk is dat ik een laboratorium zoek met een opiumontheffing. Je moet ten eerste je opiumontheffing hebben. Ten tweede moet MDMA daar dus opstaan als stof. En op het moment dat je hem dan gaat maken, dan moet je daar wel een goede reden voor hebben. Dat is natuurlijk logisch, want in Nederland, hoef ik niet te veel, je bent met het programma bezig, maar wordt nogal veel ook illegaal gemaakt. Maar wanneer je al zegt van wij doen dit met de intentie om ecstasy te maken, dan zegt de leverancier al nee. Dit mogen wij zo niet leveren volgens bepaalde wetgeving. Dus via de huidige wet en regelgeving is het eigenlijk onmogelijk om op een legale manier aan die grondstoffen te komen. Omdat je gewoon tegen ja, de wet opstuit. Omdat je moet verantwoorden waarvoor je het dan wil gebruiken. En op dit moment is daar nog geen legitieme reden voor te bedenken. Ja, en zeker het vervolgens bereiden of opmaken van die producten. Daar dat is gewoon niet legaal. En zeker nog het uitleveren daarvan. Je maakt iets wat verboden is. Dus het zou eerst niet verboden of gereguleerd moeten worden vanuit de overheid. En dan zou het kunnen. Oké, dus zelfs met de juiste papieren, namelijk een opiumontheffing, mogen laboratoria niet de grondstof voor MDMA bestellen. En dat brengt mij nogal in een lastige situatie. Want het hele idee van dit is dat ik juist de criminaliteit omzeil. Zonder grondstof geen MDMA en geen ecstasypil. Dus om die grondstof te krijgen, kan ik niet anders dan in zee gaan met het criminele circuit. Ik zit nu in de auto op weg naar een pick-up point. Een soort ophaalplek
waar mijn contactpersoon ook naartoe komt met de grondstoffen voor MDMA. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee of dit in een sherrycan, in een doos, in een kist, in een bakje of in een emmer komt. Ik weet alleen dat ik 1 liter heb besteld, dat ik het nu ergens kan komen ophalen en dat ik cash mee moest nemen. Dus dat is ergens wel spannend. Maar ben ik er bijna. Moet ik mijn auto iets verder parkeren van waar het is? Ik zet hem gewoon op de hier neer. Oké, het is daar. Dus ik ga dan zo meteen daarheen lopen. Jij blijft hier. Dan ga ik maar even een emmertje grondstof halen. Ik hoop dat het een emmertje is. Misschien is het wel iets anders. Oké. Oh, jezus. Als ik binnen 10 minuten niet terug ben, dan moet je me bellen, oké? Even ter info. Er zijn meerdere grondstoffen waaruit MDMA gemaakt kan worden. En die ga ik niet allemaal van A tot Z eventjes voor je opnoemen. Dit is geen cursus ecstasy maken. Maar het hoofdingrediënt van mijn MDMA is piperonylmethylketon, oftewel PMK. PMK komt uit een handjevol chemische fabrieken in China. En alleen al het in bezit hebben van PMK zonder vergunning is hartstikke strafbaar. Hoe ziet het eruit? Fles. Is dit het? Ik heb het. Wow. Dus wel in een fles. Is dit de grondstof? Het ziet eruit als een soort roos vissé. Ik ga stiekem een beetje ruiken. Oh, Jesus Christ. Oeh, ruikt naar azijn. Ja. Ai. Oké, awkward. Ik heb geen idee. Ja, je hebt geen idee dat ik hier nu met een liter tering illegaal spul in mijn hand sta. Ja, kan je je voorstellen dat van deze vloeistof ecstasy gemaakt wordt? Oh, die geur joh. Het ruikt echt een beetje naar amfetamine, mix met azijn en een beetje anijs. Maar ja, dit is natuurlijk nog lang geen ecstasy. Bam! Er zit een pilletje. Ja. Nee, kappen nou. Kappen nou. Het kan niet anders zijn dat het nog illegaal is. Kan niet anders. Hoezo niet? Ja, de grondstof heb ik dan wel binnen. Maar daar kan ik natuurlijk zelf verrekte weinig mee. Zonder lab of chemicus om er MDMA van te maken. En daar loop ik nu een beetje tegenaan. Zou u zeg maar MDMA met mij willen maken als chemicus? Ik zou het zelf niet willen proberen. Nee. Vanwege andere prioriteiten. We hebben het gewoon te druk. Wij kunnen toch niet permitteren om op de gebieden waar we prima moeten presteren, om het daar te laten liggen. Maar u zegt eigenlijk dus van dat chemici hier niet eens aan mee moeten willen werken? Nee, bedenk dat sowieso de intentie hebben is er al gewoon het zijn van een criminele organisatie. Als het misgaat, dan kan natuurlijk de inspectie langskomen en op een gegeven moment gewoon het lab sluiten of de hele apotheek sluiten. Op zich is het niet heel gek dat laboratoria hier niet om staan te springen. MDMA maken is bij wet verboden. En iedereen die hier dus aan bijdraagt, pleegt een strafbaar feit. Eigenlijk moet je het zo zien dat alle personen die hebben meegewerkt aan het strafbare feit, op welke manier dan ook, of het nou alleen geestelijk is, zoals jij, hè? Je hebt niks gedaan met je handen, maar je hebt vooral dingen uitgedacht. Ja, ik ben de geestelijk leider van het. Ja. Alle mensen die wel fysiek hebben bijgedragen aan het delict, dus de laborant, de personen die de PMK daarheen hebben vervoerd, iedereen ja, die op enige wijze hier een bijdrage aan hebben geleverd, kunnen strafbaar zijn. Al deze dingen hebben ervoor gezorgd dat ik mijn duurzame ecstasypil niet ga maken. Het is 1 grote juridische clusterfuck en een te groot risico voor iedereen die mij eventueel zou helpen bij het produceren van de pil. Die er dus nu niet gaat komen, want het is niet gelukt. En ik baal, maar ik kan er niks van maken. Geen lab wilde met ons samenwerken en dan houdt het op. Ik heb met mijn goede gedrag natuurlijk die PMK al lopen halen. Waar ik nu niks meer aan heb. Helemaal niets.
En PMK is dan wel geen drugsafval. Maar je kan het ook niet zomaar in de kliko gooien. Dus rij ik nu langs de Milieustraat. Want ik hoop dat zij de PMK op een goede manier kunnen verwerken. Het hoeft namelijk niet in het bos. Er zijn gewoon plekken voor. Dan moeten ze het wel aannemen. Ik hoop niet dat ze gaan vragen hoe ik eraan kom. Dat is een awkward gesprek. We kwamen dit inleveren bij het kleine chemisch afval. En waar dient het voor, als ik mag vragen? Dit is PMK. Maar zo te zien is het een oliesubstantie? Het is een oliesubstantie, dit is de grondstof voor MDMA Ecstasy. Oh, hey, Sebastian! Een grondstof voor MDMA en Ecstasy. Oh, hey. Maar kan ik dit hier wel inleveren dan? Ja, ik heb hier, die gooi ik bij de gif. Bij het gif? Bij de gif, ja. Maar krijgen jullie wel, is dit normaal om te krijgen? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oké, dus dat kan gewoon hier dan? Ja. Oké, nou. Dan zet ik het maar hier neer. Zo. PMK opgeruimd, pil maken mislukt, ongelooflijk zonde. Maar wet en regelgeving maakt het voor mij op dit moment onmogelijk om die duurzame pil te maken. En dus vond ik het tijd voor een bezoekje aan Den Haag. En ik kom natuurlijk in stijl. Ik heb dan wel geen ecstasypil weten te maken, maar ik heb toch een verrassing voor ze. Is de kust veilig? Kijkt niemand? Ik moet natuurlijk een niet-machine, de zelfgemaakte bijsluiter, inclusief QR-code naar deze aflevering en de pillen mee naar binnen zien te krijgen. En aangezien het niet zo makkelijk is om de Tweede Kamer binnen te komen, je hebt allerlei douane-achtige apparaten daar staan, je moet je tas helemaal door zo'n scan heen doen, denk ik dat ik dit moet verspreiden. Dus deze gaat in mijn tas, net als deze. En als dit door de scan gaat, denk ik dat het misschien iets te suggestief is. Dus ik denk, ik doe ze in een vitaminepotje. En als ze dan nog gaan zeiken, heb ik er altijd nog een paar stiekem in mijn zak. Want dat lijkt me wel goed, kansen spreiden. Dat is altijd belangrijk. Ik heb niet voor niets deze immens grote tuinbroek aangedaan. Dat doe ik zo. Nou, die zit er mooi in mijn zak. Dan gaat de rest gewoon in een potje. Oké, de niet-machine en de kaartjes. Zo. En dan moet ik dat dus in de kamer ergens gaan nieten. Nou, dat wordt ook leuk. Zoals je ziet ben ik binnen. Dus het is tijd voor fase 2 van de operatie. Ik ga op zoek naar een toilet. Oké, dan moet ik nu al die dingen gaan nieten. Dit is onze dummy ecstasy pil. Hij ruikt echt totaal naar een kauwgompje / vitaminepil. Ik denk dat hij er wel mee door kan. Nou, eentje klaar. Dat is de laatste. Nou, dat is toch overtuigend als je dit zo krijgt. Hey, alsjeblieft. Wil je meer informatie? Bam! Een pil. Oké. Dan ga ik nu die politici maar zoeken. Ecstasy, oftewel MDMA, staat op lijst 1 van de opiumwet. Staat het middel daar terecht wat u betreft? Ja, als je kijkt van wat de schade is die het aan gezondheid van iemand die het inneemt. Bewerkstelligd. Ja, ik denk dat het wel als harddruk wordt gezien en als zeer verslavend. En met alle schadelijke gevolgen van dien als je daar weer te veel van neemt. Nou, als je kijkt naar de gezondheidsschade, eigenlijk past dat helemaal niet bij de andere drugs, cocaïne, heroïne, die daar ook op staan. Sterker nog, het is voor de gezondheid volgens veel wetenschappers minder gevaarlijk dan alcohol en tabak. Ecstasy hoort gewoon niet op de harddrugslijst. Ja, daar staat het al een hele tijd op, hè? Al sinds de 80e jaren. En dat is destijds ook
gepositioneerd, en dat hoort ook bij dit soort plaatsen op een lijst, vanwege risico's in volksgezondheid. En daarnaast werd er destijds ook rekening mee gehouden dat dit van belang zou kunnen zijn voor Nederland als productieland en doorvoerland. Er speelt heel veel criminaliteit mee, dat klopt. En dat Nederland niet alleen maar productie doet voor eigen land, maar juist voor heel de wereld, dat klopt ook. Dus dat moeten we ook niet onderschatten. Ik denk alleen dat de aanpak, nou dan moet er dus op lijst 1 blijven staan en dan moet er mee om blijven gaan alsof het een harddruk is, dat niet de goede oplossing is. Het gebruik van ecstasy lijkt heel makkelijk, maar achter ecstasy zit natuurlijk een hele wereld waar we eigenlijk ver van willen blijven. Hè. Dan moet je denken aan criminaliteit, vervuiling, mensenhandel. Heel veel dingen zitten erachter. Dat is een probleem dat we moeten oplossen. En de vraag is hoe dat het beste kan in relatie tot het gebruik van het middel. Wij hebben eigenlijk onderzocht wat er allemaal voor nodig is om een duurzame ecstasypil op de markt te brengen. Ja. Of dat überhaupt mogelijk is. En deze pil is 100% crimineel vrij, drugsdumpvrij en met de juiste dosering, zodat je niet veel neemt en weet wat erin zit. Krijg ik nou drugs van jou? Stop maar snel in je zak. In de Tweede Kamer, what the fuck? Maar wat ben je mee bezig, man? Mede nou? In de Kamer. Oké, dat is een van de dingen waarvan ik niet verwacht dat ik ze hier ging krijgen. Nee? Deze is 100% zo, Emma. Bam! Er zit een pilletje. Ja! Nee, kappen nou. Kappen nou. Ik heb dit dus al 10 keer liever dan een of ander vaag pilletje uit een vaag steegje waarvan niemand weet wat is de kwaliteit, wat zit erin en wat is misschien wel de enorme rotzooi. Nou, wat je heel goed zegt is, je weet wat erin zit. Ja. Dat is ook iets, als ik toch hier praat. Heel veel ecstasy-pillen weet je niet precies wat erin zit. Ik vind het heel innovatief en leuk dat je dat hebt uitgezocht. Ik vind überhaupt dat jullie het onderwerp zo breed aanvliegen. Dat is denk ik heel goed. Omdat wat ik zeg, er is wel een probleem tussen de mismatch aan de ene kant, tussen die criminaliteit en aan de andere kant het plezier wat mensen van hebben. En de vraagstuk, hoe schadelijk is het nou? Nou, drie vraagstukken zullen gewoon echt op een rijtje moeten komen. Om daar goede politieke oplossingen voor te hebben die uiteindelijk inderdaad duurzaam zijn. Er is een prachtige commissie, een staatscommissie zoals het allemaal heet, die dit nog een keer gaat beoordelen. Dus medicinaal, maar ook de risico's ten aanzien van het recreatieve gebruik. Wel, ja. Dus dit is wellicht een stap in de richting van het legaliseren van de partydruk ecstasy zoals wij hem kennen. Laten we daar nog niet op vooruit lopen. Nee? Nee? Hoezo niet? Nou ja, laten we eerst maar rustig naar het resultaat kijken van zo'n evaluatie. Lopen we niet al lang achter? Nee, is het niet tijd om een sprintje te trekken om weer een beetje bij tijd te zijn? Dat denk ik niet. Nee? Heeft u wel eens ecstasy gebruikt? Ik niet, nee. Mag u meenemen, hoor. Hartstikke goed. Ja, voor in het weekend. Hey, dankjewel, hè. Is goed. Hey. Ja, ik zeg het niet vaak of graag, maar de politiek heeft mij in deze oprecht verrast. Iedereen stond open voor het gesprek en er wordt een commissie aangesteld. En deze commissie gaat onderzoeken hoe schadelijk ecstasy, oftewel MDMA, nou eigenlijk is. En dat is winst. Winst voor ons allemaal. Omdat er nu kritisch wordt gekeken naar de middelen op basis van de wetenschap en niet op basis van emotie of politieke kleur, zoals al die jaren wel is gebeurd. En dit mag dan een vitaminepil zijn, maar ik hoop dat er ooit in dit zakje de eerste Nederlandse duurzame ecstasypil zit.